Hey, en superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag is het tijd voor weer een nieuwe stylist kies mijn kleding, outfit, video, whatever you want to call it. Ik ben weer opnieuw naar salon gegaan, heb weer eens een andere stylist gekozen en gisteren kwam deze huge doos binnen. Hij is behoorlijk zwaar, dus je wil nu weten hoe een struggle het weer is geweest om het thumbnail te maken. Maar ik heb dit keer dus gevraagd om... ja, winteritems, kerstitems. Ik ben heel benieuwd. De preview zag er heel goed uit. Ik ben er relatief snel doorheen gescrolld, maar ik zag lekker veel kleur. En dat is precies waar ik om had gevraagd. Het is ook wel leuk, want de styliste die ik dus heb gekozen dit keer, is iemand die ik zelf volg op Instagram. En ik heb haar volgens mij best wel een challenge gegeven. Want ik heb dus gevraagd om veel kleurrijke dingen. Want ik heb al genoeg zwart in mijn kast hangen. Dus dat hoef ik niet meer. En haar Instagram bestaat voor een heel groot deel uit all black outfits. Dus ik ben heel benieuwd wat ze ervan heeft gemaakt. Mocht je ook benieuwd zijn, doe dan vast een duimpje omhoog. Gaan we heel gauw beginnen, want ik kan echt niet wachten. Oké, ik heb de doos hier op mijn schoot. Hij is open als het goed is, toch? Ja. Oké. Open. Oké, ik zie hele toffe kleurtjes. Ik zal even dit eraf halen. Dan zal ik jullie even laten zien wat ik zie. Ja, het is niet heel goed zichtbaar, denk ik. Maar ik ga gewoon eerst even beginnen met de style card. De style card komt via de mail tegenwoordig. Even kijken. Mijn stylist was trouwens Joanna. Of Joanna. Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Ik zal in ieder geval haar Instagram account in de beschrijving zetten. Dat is ook echt de moeite waard om te volgen. Even kijken. Outfit 1. Iets met roestkleurtjes. Ik denk dat dat die is. Dit pakketje. Gok ik. Even kijken. Roestrood en bordeauxrood zijn prachtige kleuren voor de herfst of winter. Het zou jou heel goed staan. Probeer om te beginnen deze stoere blouse jurk eens uit. Je kunt het stylen met boots of juist met hakken voor een feestelijke look. Heb je meer zin in een broek? Combineer dan een strak truitje met opvallende glitterpants of de gewaagde leren broek. Beide modellen liggen de nadruk mooi op de taille. Oké, dit klinkt echt helemaal binnen mijn straatje. Heel goed geluisterd naar wat ik wilde, Joanna. Dit zijn kleurtjes die mij goed staan. Ik hou van warme kleuren. Kijk naar wat ik nu draag. Glitter voor de feestdagen. Nou, een nep leren broek. Jullie weten dat ik daar echt al tijden naar op zoek ben. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga beginnen met een glitter van hier de Tokyo. Het is wel zilveren glitter. Dat vind ik wel wat jammer. Ik ben over het algemeen meer van de goud. Maar dit is dus als het goed is een broek. Hij is van Vero Moda. Uit de Curve collectie. En het is ook een S, dus een 42-44 voor 39,99. Dat vind ik wel heel erg leuk. En hij heeft inderdaad een tailleband, waardoor hij als het goed is strakker zit in de taille. Met een beetje zo'n, ja, haast paperback-achtig randje. Verder heeft hij zakken, zo te zien. Ja, alles pluspunten voor zakken. En dan heeft hij dus een wijde pijp. Oké. Dit ziet er best wel goed uit. Ik moet zeggen, ik had hem liever goudkleurig gehad. Omdat ik gewoon meer goud draag dan zilver. Maar ik vind hem wel heel cool en zeker geschikt voor de feestdagen. Dan heb ik hier de leren broek. Deze is van Dorothy Perkins in een maatje 46. Ik ben wel blij dat ze voor een 46 is gegaan. Ik heb vaak een jeansmaat 44, maar met broeken zonder stretch wordt het vaak 46. En dit is dus zonder stretch vanwege het leer. Hij is dus van Dorothy Perkins en hij kost €38. Vind ik best wel een prima prijsje. Qua model is hij volgens mij een beetje wijd. Hij ziet er wel relatief kort uit. Dat vind ik wel wat minder omdat ik 1,75 ben. Dus ik denk dat die hoe noem je dat? Hoogwater. Goedemorgen. Dat hoogwater is. In ieder geval vind ik het wel cool dat het een bruine kleur is. Ik heb al een zwarte leren legging in het zwart. Of tenminste een nep leren legging. En dan vind ik dit eigenlijk wel heel erg mooi. Hij is ook high-waisted zo te zien. Dus heel mooi. Ik ben heel benieuwd welke top hier straks bovenop kan. Oké, daarvoor heeft ze een top van Even & Old gepakt. In deze prachtige wijnrode kleur waar ze het dus al eerder over had. Heel mooie warme combinatie. Ook heel feestelijk denk ik inderdaad. Heel mooi. Echt wel een kleurtje voor mij ook. Dus dat vind ik echt heel erg tof. Het is een maatje extra large. Hij is gemaakt van... oh, het kaartje is gemaakt van recycled materiaal. Niet het ding zelf helaas. Het is gewoon een strak aansluitend shirtje met een beetje zo'n ripstofje. Maar ik vind de kleur echt
prachtig. Qua prijs kost die €24,99. Dat vind ik ook weer echt een leuk prijsje. En ik ben heel benieuwd hoe die op die broek gaat staan. Dan ben ik aangekomen bij de overhemdjurk die ze bedoelde. Dit is ook weer zo'n prachtige kleur die me inderdaad denk ik heel mooi zal staan. Hij is van Jacqueline de Jong in een maatje 42. Oké, en hij heeft een heel mooi ribstofje. Ik hoop dat het goed zichtbaar is. Het is een subtieler ribstofje dan de top hiervoor, maar wel heel erg mooi. Het stofje voelt ook lekker. Wel relatief dun, dus het is niet een jurkje dat echt heel erg warm is voor in de winter. Vind ik zelf over het algemeen niet erg, want ik heb het best wel snel warm. Nou, het is gewoon een kraagje. Hij heeft een tailleband en dan loopt hij dus langer uit. Ik denk dat het een beetje tussen mini en midi lengte in zit. Geen splitjes of iets dergelijks. Ja, ook weer heel benieuwd naar. Tot nu toe vind ik alle items eigenlijk heel tof. Die glitterbroek denk ik het minst. Maar laten we gaan kijken hoe alles staat. Ik moest gewoon beginnen met deze outfit. Ik vind deze kleurcombi echt geweldig. Het enige is dat ik de broek niet echt mooi vind zitten. Hij zit hier een beetje raar. Omdat hij hierboven ja, gewoon ruimte over heeft. Dat is het probleem bij mij. Ik heb stevige benen, maar wel een smalle taille. Waardoor dus ja, dit gedeelte niet heel erg mooi zit. Maar ik vind het wel echt een hele toffe combi. Dus ja, ik heb als het goed is nog een legging. Ook in een bruine kleur, in een leerbruine kleur van ASOS onderweg. Als die goed zit, ga ik deze top zeker houden om daarmee te combineren. Ik twijfel sowieso nog over de top, want die vind ik echt heel mooi. En ook qua kleur. Ja, de broek zit verder op zich wel mooi. Ik vind het jammer dat het inderdaad wat korter is. Maar wauw, deze kleurcombi. Amazing. Had ik waarschijnlijk zelf nooit bedacht. Maar ik vind het echt prachtig. Deze broek erbij vind ik zelf iets minder. Maar het is gewoon omdat ik ja, niet zo van het zilver ben. Hij zit wel aanzienlijk mooier. Hij zit in mijn taille gewoon goed. Ik zit alleen even een lepeltje te irriteren van het shirt. Maar oké. Ja, ik vind deze broek leuk. Hij heeft een mooie lengte. Zit goed. Alleen ik ga hem niet houden. Want ik hou gewoon niet van zilver. En ja, dan draag ik hem misschien één keertje. Ja, ik vind het gewoon niet boeiend genoeg om te houden. Ik vond ook de kleurcombinatie van die vorige look leuker vanwege de warme kleuren. Ik ben gewoon een warm kleurentype en je ziet ook het verschil. Die vorige outfit was gewoon qua kleuren veel meer mij. Ja, de top ga ik zeker even kijken of ik die hou. Ja, ook bij deze ben ik weer echt gek op de kleur. Ik had alleen denk ik een mooier gevonden als het stofje iets steviger was. Als het echt een beetje zo'n corduroy-achtig stofje is en niet zo heel erg dun. De kleur is echt prachtig. Zeker op camera komt hij heel mooi over, moet ik ook zeggen. Het is namelijk buiten donkerder aan het worden en mijn camera gaat dat niet zien. Dus vandaar dat ik hem op camera nu mooier vind dan in real. Ja, ik vind hem leuk, maar ik vind hem een beetje gekkig staan hier. Ik twijfel ook een beetje over dat het een overhemdjurkje is. Omdat, ja, ik weet niet, ik vind dat toch een beetje albollig of zo de afgelopen tijd. Ik weet niet waarom. Vandaar dat ik ook hem niet heb gezegd van geen overhemdjurk, omdat ik het wel nog steeds een kans wil geven. Maar elke keer als ik het aandoe, dan denk ik, Terwijl ik weet dat ik heel veel reacties ga krijgen dat die echt prachtig is. En dat is die ook. Dus ja, ik twijfel enorm. Ik denk dat ik het niet moet doen, gewoon omdat ik te veel twijfel. Maar ik weet nu wel dat jullie comments me weer aan het twijfelen gaan brengen. Dus tot zover mijn gedachten over deze outfit. Dan is het natuurlijk tijd voor outfit nummer 2. Daarover heb ik hier zo de stylecard. Wat is er fijner dan een lange winterjas van imitatiebond? In deze eyewaren jas kun je helemaal wegkruipen terwijl je er super stijlvol bij loopt. Combineer de faux fur jas met een mom jeans. Tof. Van Only en de mosterdgele trui. Klinkt ook heel goed. Mag de look nog wat vrouwelijker, ga dan voor de spijkerjurk en combineer het met een paar enkellaarsjes en een zwarte panty. Op de hele koude dagen kun je de gebreide trui zelfs over de denimjurk heen dragen. Daar had ik zelf denk ik niet over nagedacht om over denim heen nog iets anders te dragen, maar ik ben heel benieuwd. Ik zie in ieder geval als eerste deze prachtige faux fur jas waar ze het over had. Deze komt dus van de Only. Even kijken hoor, welke maat heeft ze me opgestuurd? Een extra large en dat kost €69,99. Voor een jas vind ik dat een heel leuk prijsje. En ook echt wel een hele mooie kleur. Wauw,
heel mooi. Ze heeft echt geluisterd naar dat ik kleur zocht. Dat ik een warm kleuren type ben. Ik vind het tot nu toe echt... Joanne, dankjewel. Je hebt echt geluisterd naar wat ik wil. Het is geen standaard box voor mijn gevoel. Ja, heel tof. Hij heeft gewoon drukknopen, zie ik. Ik ben meestal meer fan van echt knoopjes. Omdat ik bij drukknopen altijd bang ben dat ze op een gegeven moment lang worden. Maar ja, heel tof item. Ik heb al wel een paar teddycoats. Dus ik moet wel een beetje kritisch gaan zijn. Maar ik vind de kleur echt prachtig. En die kleur heb ik nog niet. En ik denk dat die wel bij heel veel in mijn garderobe past. En dan heb ik hier het pakketje waar ze het over had. En die gele trui. Hij is van het merk Object. Een collectors item zelfs. Het is een large en hij kost €29,99. Wat ik voor een trui ook weer prima vind. Dit is hoe die eruit ziet. Ik vind het echt een prachtige kleur. Moet je nou kijken. Dit is gewoon... Ja, je ziet gewoon als ik dit soort kleuren voorhoud dat het mijn kleurtype kleurenpalet is. Hij heeft lekker wijdere mouwen. Het is een beetje een boxy fit en een beetje cropped. Dus ik ben wel heel benieuwd wat hij gaat doen voor mijn taille. Maar wauw. Ik zou alleen niet zo snel zo'n oversized trui op een mom jeans dragen. Maar we gaan gewoon kijken hoe dat staat. Ik vind het wel heel tof. En ik kende dit merk zelf ook nog niet. Tenminste, ik heb er wel van gehoord, maar ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Ik vind de kleur in ieder geval echt geweldig. Dan heb ik hier de mom jeans van The Only. Het is gewoon een simpel blauw model. Nou ben ik eerlijk gezegd nog op zoek naar een mooie, simpele mom jeans voor in de herfst-winter. Ik heb een hele mooie gevonden van American Eagle afgelopen zomer. Maar die heeft allemaal gaten erin. En dat is inmiddels gewoon een beetje te koud. Dus ik ben nog wel op zoek naar een mooie, ja, zonder gaten zeg maar. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat zijn qua lengte ook. Of ik weer koude enkels ga krijgen of niet. Het is in ieder geval een maatje 46 en hij kost €59,99. Ik ben opnieuw weer blij dat ze voor een 46 is gegaan. Want ook deze broek heeft zeer weinig stretch, moet ik zeggen. Dus dan heb je meer kans dat ik erin pas. Ik vind op zich de wassing mooi. Ik vind hem wel behoorlijk blauw van kleur. Maar ik denk dat dat juist met die gele trui wel heel mooi zal zijn. Nogmaals, ik ben benieuwd hoe een wijdere broek met een wijdere trui gaat staan. Maar als zij denken dat het cool is, dan gaan we het gewoon proberen. Dan heb ik hier het denim jurkje, denk ik. Van Vero Moda Denim in een extra large. Deze kost €49,99. Het is wel een dunnere soort denim. Dus ik snap op zich dat ze dan denkt, als je het te koud vindt, doe die trui eroverheen. Dus dat ga ik ook zeker proberen, want dat vind ik een cool idee. Er komt nog even zo'n vloeipapiertje uit. Maar dit is dus hoe die eruit ziet. Ik vind het weer een hele blauwe kleur. Maar dat vind ik voor een denim jurk juist wel heel erg mooi. Mijn broeken wil ik vaak ietsjes minder blauw, iets grauwer hebben. Maar voor een jurkje vind ik het juist een hele mooie kleur. Hij heeft zo te zien gewoon ja, een niet helemaal aansluitende mouw, maar ook niet zo'n hele wijde mouw. Hij heeft in ieder geval een strikdetail om de taille. Dus je kunt hem zelf strikken. Zilveren details hier. En verder heeft hij een beetje een... midi lengte met aan de achterkant een splitje zodat je wat makkelijker kunt bewegen. Ik ben heel benieuwd. Wat zijn het voor knoopjes? Oké, het zijn geen drukknopen, dus je hoeft niet bang te zijn dat je aan het lopen bent en ineens iets openschiet. Daar ben ik wel heel blij mee. Dat is altijd mijn angst met dit soort dingen namelijk. Ja, ook hier ben ik weer echt super benieuwd naar. En ook in combinatie met de trui. Dus laten we gaan kijken naar deze outfit. Oké, ik vind het idee van dit spijkerjurkje heel erg leuk. Maar de fit past niet helemaal. Hij gaat hier een beetje wijken zoals je ziet. En aan de onderkant zit hij ook net even wat te strak hier. Ik vind hem wel heel erg tof. Dus misschien dat ik hem wel een maatje groter wil nabestellen. Want ik vind het wel een leuk idee. Al is het wel weer relatief netjes voor mij. Gewoon door de lengte en zo. Maar verder zit hij wel heel erg mooi. Dus ik denk dat als ik een maatje groter zou hebben, dat het mooier zou staan. Ik ben wel heel erg benieuwd naar de combinatie met de trui. Dus ondanks dat ik hem niet ga houden, wil ik dat wel even proberen. Gewoon om inspiratie mee op te doen. Dit is niet mij. Ik heb het kraagje eroverheen gedaan, want ik dacht dat is vast de bedoeling. En ik heb de trui zeg maar een beetje zo omgeslagen, dat het iets meer taille creëert. Maar dit voelt gewoon niet als mij. Dit voelt echt te braaf. Te, ja, schoolmeisje of zo, ik weet niet. Ik vind de kleurcombi leuk, dat absoluut. Dus ik denk dat de trui op de broek wel heel erg leuk gaat zijn. Maar deze outfit is het hem echt niet voor mij. Ik voel me hier echt heel erg netjes in. Er is volgens mij net een wonder gebeurd. Joanne heeft gewoon de eerste keer zijn broek voor me gekocht. Een passende broek gevonden. Dit is dus de mom jean. Ik heb de trui er nu ingestopt. Ik vond hem er los overheen echt te baggy op baggy, zeg maar. De mom jean
Oh, ik twijfel tegen het tafeltje aan. Ik twijfel een beetje of ik hem wijd genoeg vind bij mijn bovenbenen. Ik kan er wel gewoon vrij in bewegen en zitten en doen. En ik vind hem best leuk. Ik vind hem ook niet te hoog bij mijn enkels zitten. Ja, ik vind de kleurcombinatie met de trui leuk. Ik gok dat ik de trui ga houden, want de trui heb ik nog niet in deze kleur. En ik vind hem echt prachtig. Hij is niet te duur. En over de mom jean ga ik dus ook twijfelen. Gewoon, ja, hij past. Misschien dat als ik hem even heb gelopen, dat ik wel het beste een riem omheen kan doen. Hij is net even een beetje lossig in mijn taille. Maar dat is gewoon altijd bij mij. Ja, ik vind dit echt een leuk lookje. Ik vind het echt een mooie jeans. Ik ben echt verbaasd. Gewoon, go Joanne. Dit is mij nog nooit gelukt zelfs. Om gewoon in één keer een passende mom jeans zelfs te vinden. Ja. Ja, ik ben eigenlijk dom als ik hem niet hou, hè. Volgens mij moet ik hem gewoon houden. Ik heb gelijk de jas eroverheen aangedaan. En dit is wel echt love it. Hij is ook echt super lang. Mijn meeste teddyjassen zijn tot hier ergens. En hij is echt nog een heel stuk langer. Tot net voorbij, zeg maar, mijn knieholte komt hij. Hij is ook super zacht, super warm. Het enige ding is dat ik hem met deze trui erin net even te krap vind. En ik wil wel zo'n winterjas gewoon graag een trui in aan kunnen. Zo zou ik een maatje groter moeten. En ik denk niet dat hij er is. Heel jammer, maar oké. Okay. Ja, ik vind het echt een hele coole look. Wel echt super extra. Maar deze kleurcombi ook echt super vet. I love it. Joanne, je hebt het qua kleurcombi's en zo goed gedaan. Echt love it. Oké, heel jammer dat de jas wat klein is. Maar tegelijkertijd, ik heb echt al zoveel jassen erbij gehad de afgelopen tijd. Dat is ook niet heel hard nodig. Dan hebben we als laatste nog de stylist choice. Dat is dit item. Ik vind de kleur nu wel heel mooi. Even kijken hoor. Een gebreid vestje komt altijd goed van pas. Ook dit item heeft een prachtige warme herfstkleur. Zeker weten waar. Ik vind de kleur een beetje tussen oranje en roze in liggen. Als je het vergelijkt met de trui die ik nu aan heb, is die wel echt een stuk warmer. Wel heel mooi. En hij is van Cotton On. Oké, nog nooit iets van Cotton On gehad. Het is in ieder geval een maatje extra large. Wat ik wel jammer vind, is dat hij geen knoopjes heeft. Dus je moet hem echt open dragen. Ik ben de laatste tijd echt van de vest te dragen als trui. En dat kan hier dus wat minder mee. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Dus ik ga hem gewoon proberen. Even kijken naar de prijs. En dat is €28,99. Wat ik ook best wel prima vind. Er zijn geen extreem dure items bij vandaag. Go Joanne. Laat ik deze ook gewoon nog even passen. Als laatste natuurlijk nog dit vestje. Ja, ik vind de kleur weer geweldig. Ik vind de fit heel erg leuk. Maar ik baal dat hij niet zo dicht kan. Als hij dicht had gekund, had ik hem gehouden. Maar nu weet ik gewoon dat ik hem niet genoeg zou gaan dragen. Want ik draag niet zo vaak een los, openhangend vest. Wel heel erg leuk uitgekozen weer. Heel enthousiast over de box. Ik heb waarschijnlijk dat ik de eerste top, die bordeaux kleurige, de gele trui en deze broek hou. Nog heel even nadenken, maar ik gok het dat het is. En dat is echt een topscore, kan ik je vertellen. Oké, ik heb alle items nog niet gepast omdat ik dit film. Jullie hebben het al wel kunnen zien. Maar voor het passen ben ik in ieder geval heel enthousiast. Ik denk dat dit een van de leukste boxen van Salon is die ik tot nu toe ooit heb besteld. Echt super goed geluisterd naar mijn kleuren. Items die ik tof vind. Echt heel erg leuk. Ik kreeg van Joanna ook nog een code. Waarmee je dus zelf ook 10% korting krijgt op een volgende box. Mocht ik ook delen met vrienden, familie, volgers, whatever. Dus die zal even in de beschrijving staan. En eventueel ook in de vastgepinde comment hier beneden. Laat me vooral weten wat jij vond. Laat me ook vooral weten welke items jij vindt dat ik moet houden. Ik ben heel erg excited om alles te passen. Maar dat hebben jullie al gezien. Oké, heel erg bedankt voor het kijken. Als je de video leuk vond, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet hieronder niet te abonneren. En dan zie ik je graag terug bij een volgende video. Doei doei!